Ik vind het een zak, die Litouwers. Met zijn gebler altijd. Godverdomme. Hier komt het. De Litouwers. Ja, en dat hebben we te danken aan Arjo Lubach. Hè? Toen zei hij, you've got the Trump Towers. Wij hebben Litouwers. En toen heeft iemand, de eigenaar van dat pand heeft dus bedacht van, we gaan ze echt Litouwers noemen. Ik vind het wel een geinig idee. Ik vind het wel grappig. Waar heeft Lied het aan verdiend? Ja, dat is de grote vraag. Litouwers, die komt binnenkort op de Marconi-torens te staan. Ja, nou, kan mij het schelen. Schaap, mooie Litouwers, is een oude vet, man. Maar ja, dat is toch de held van Rotterdam? Ja, omdat hij een keer van Feyenoord heeft gezongen. Dus we denken eindelijk van Lee af te zijn. Maar dus, oké. Nou ja, leuk voor Lee. Hoort bij Rotterdam, Litouwers en de Marconi-torens. Helemaal geweldig. Het is een hele goede zanger, dus hij verdient het wel. Nog steeds? Nog steeds, ja. Zo'n vreselijk type. Met je gouden microfoon voor hem. Waarvoor Litouwers? Weet jij dat? Nou ja, ze vinden dat hij het heeft verdiend. Nou, ik niet. Ja, natuurlijk wel. Dat is de geweldigste van Rotterdam, de geweldigste zanger geworden. En jullie hebben geen gouden microfoon, hè? Nou, ja, je hebt hem al. Ik heb niks met die man. Waarom niet? Ik bedoel, het is toch jullie held? Ja, maar ik hou niet van de muziek allemaal, joh. Ik ben Hollander, dus ik hou me bij mijn Hollandse muziek. Dus vindt u Engelstalige liedjes, vindt u niks? Nee, dat kan ik niet eens verstaan, man. Is toch jullie Rotterdamse held, Lee? Misschien van een ander, maar niet van mij. En de Rotterdamse held woont in Rotterdam en niet in Scheveningen. Ik vind het een zak, die Litouwers. Met zijn gebler altijd. Godverdomme. You never walk alone. En weet u nu wat u heeft gezongen? Nee. Leuk, hè?